Ja hoor, hier zijn we weer, dames en heren. Ik ben in de vorige video nog iets vergeten. Ik zei dat ik nog een autosmelter wilde maken, omdat ik natuurlijk nog fucking veel zand hier op voorraad heb. En dat heb ik de vorige video gewoon niet gedaan. Dus, dat is het eerste waar we nu mee gaan beginnen. Oh shit, er vliegt hier in één keer een vis naar me toe. Oké. Bruh, waarom zijn jullie zo belachelijk snel? Moet je kijken hoe snel ze rondstuiteren, joh. Dat is niet normaal. Oké, there we go. Alright. Goed, ik wil sowieso denk ik even die tussenmuurtjes hier weghalen. Want mijn doel is uiteindelijk gewoon dat het één grote kamer van binnen is. Jullie hebben trouwens ook gestemd in de vorige aflevering wat ik moet doen met de tempel. De tempel blijft gewoon staan, dames en heren. Jullie hebben gesproken. Even zien, kan ik dit weghalen? Hoe werkt dit? Ja, dit kan allemaal nog weg. Oké, dat ga ik niet weghalen. In ieder geval, ik ga de tempel gewoon helemaal droog van binnen maken. En dan bouwen we er een Guardian Farm in. Even zien, dit kan ook gewoon weg. Ja. Oké, there we go. Nu hebben we op zich al een vrij grote kamer. Dit kan ik ook al gewoon open hakken. Want dit sluit natuurlijk allemaal op elkaar aan. En hierachter zit water, denk ik, of zo. Ja. Oké, dat doen we later wel. Even zien. Dat moet weer dicht. Zo. Alright. En dan kan dit ook weg. Bro, we hebben zoveel ruimte hier straks aan de binnenkant. Ik ga ook sowieso de autosmelter hier maken. Maar ik weet niet of ik al genoeg ruimte aan de bovenkant heb. Oh, er is weer een vis. Fuck off. Waarom zijn jullie zo snel op het land? Dat hoort niet zo te zijn. Jullie zijn vissen. Come on. Laat me met rust. Het is niet eerlijk. Ze zijn ook zo om te raken met een boa. En wat ze stuiteren de hele tijd. Oh my god, ik ben ook echt heel scheef. Ga nou neer. Is hij al dood? Ja, hij is dood. Oké, sick. Alright, even zien. Dit is nu één grote open kamer. Dit kan ik hier ook weghakken. En dan bouw ik dit eerst wel dicht. Dan kunnen er ook geen vissen naar me toe stuiteren. Even zien. Hierboven kan ik ook een stukje weghakken. Yes. Oké, ik denk dat prioriteit nummer 1 nu moet worden om deze kamer hierboven misschien ook even droog te maken. Want ik denk wel dat ik iets meer hoogte nodig heb als ik hier een autosmelter wil neerpleuren. Dit kan eerst ook nog wel eventjes open voordat we dat gaan doen. Oké, we bouwen hier even een soort trappetje. Even zien, dat werkt wel. Hoppa. En hierachter zit dan waarschijnlijk weer iets met water. Ja. Oké. Even zien, droge sponsjes. Thank you. En hier ergens heb ik ook nog droge sponsjes liggen. De kelp is by the way ook maximaal aan het koken hier. That's also very, very nice. Dried kelp block, die kan ik eerst wel even droppen. Al dat overige kool heb ik nu ook niet nodig. Oké, ik bouw dit gewoon lekker even dicht. En dan doen we eerst gewoon deze kamer. Dus boom en boom. There we go. En dan die nog. En we zijn klaar. Maar even zien. Ik moet deze kamer hier aan de rechterkant vrij hebben. En oh my god, dat is een hele grote kamer. We gaan ook zand nodig hebben. Tuurlijk zitten hier meteen ook allemaal vissen. Oké, ik ga mijn trident ook nodig hebben. Anders ben ik fucked. Hey, hoeveel HP hebben jullie? Oh nee, ze zijn aan het ontsnappen. Oké, die en die. En de laatste nog, come on. Ga nou neer. Oké, there we go. En hier zwemmen natuurlijk nog veel meer. Oké, gewoon erin gaan. Zo snel mogelijk dit afschermen. Dit afschermen. Even zien. Hier, afschermen. There we go. Onderkant nog. En boom. There we go. Het is allemaal afgeschermd. Oké. Sponge. Maak het droog. En hier nog eentje. Volgens mij was dat hem. We did it, boys. Ik kan beter denk ik gewoon mijn zwaard gebruiken. Die doet meer damage. Hoppa. Hoezo doet het damage op mezelf als ik hem sla? Waar slaat dat nou weer op? Alright. In ieder geval, volgens mij heb ik nu wel een groot genoeg kamertje uitgegraven hier. Oké, alle muurtjes zijn weg. Ja, nu moet ik alleen de vloer hier nog wegslaan. En hebben we denk ik wel genoeg ruimte. Ah, tuurlijk stuit het hier beneden ook weer eentje rond. Come on. Bow and arrow skills. Ik moet het leren. Waar is hij? Ah, hij is weggestuurd. Oké, stik hem maar in. Oké, de manier waarop zo'n autosmelter werkt is op zich best wel handig. Je doet gewoon 2 minecart hopper dingen. Of zijn het minecart chests? Oh nee, ja, nee, het zijn minecart chest dingen. En dan heb je allemaal hoppers erboven. En dan rijdt hij gewoon heen en weer over die hoppers heen. En dan dumpt hij gewoon alles in de furnace. Het is op zich best wel een makkelijke manier om dat even te automatiseren. Alright, het laatste gedeelte van de vloer. En nu is hij van mij. Ja, nu ben je de Sjaak, mannetje. Neer! Oké, here we go. Even zien, ik bouw dit nog wel eventjes dicht. Dan kan ik ook niet lastiggevallen worden door die vissen. Hoppakee. Ja, het ziet er een beetje scuffed uit. Vooral aan deze kant. Maar om heel eerlijk te zijn, boeit me dat niet zo veel. Oh, wacht. Dit kan ik nog wel even weghalen, zodat het overal even hoog is. Oké, het is tijd om spulletjes op te halen voor de autosmelter. Yes, yes, yes. Zand. Dat moet hier weer gedumpt worden. Al die dingen die ik krijg uit de tempel, prismarine en dat soort meuk gooi ik hier gewoon in. En ja, ik gooi de dried kelp. Nee, trouwens, ik heb hier een kelp chest. Daar kan de dried kelp wel in. Natte sponsjes. Ook weer eventjes lekker in de furnace gooien. Hoppakee. Heb ik nu genoeg inventory ruimte? Ik denk het wel. Ja, zo kan het wel, joh. Ik vind het allemaal wel prima. Oh nee, de dried kelp. Er moet ook weer nieuwe kelp in de furnace gegooid worden. Allemaal dingen. Oké, ja. Kelp. Hoppa. En nog meer kelp. Dit is best wel sick, want nu hebben we ook gewoon een flinke voorraad aan brandstof voor de autosmelter. Dus that's very nice. Zien, had ik hier nog dried kelp in liggen? Ja. En dan moeten we even naar de crafting table. En hoppakee, 45 dried kelp blokken erbij. Oké, ik ga dat ook gewoon overal weer onderin gooien. Hoppa. Oh, hier zit nog kool in. Wacht, zag ik hier nou een vleermuis vliegen? Spannen hier. Wat? Hoe laag is dit eigenlijk? Oh, dat is F3. 40. Het is al best wel diep onder de grond eigenlijk. Want er spannen hier blijkbaar vleermuizen. Oké, boeit me ook helemaal niks. Slash. Oh, wacht, ik wil die blokjes wel hebben. Oké, slash home, home. Alright, alright, alright. Wat gaan we allemaal nodig hebben voor de autosmelter? Ik heb geen flauw idee. Ik denk sowieso gewoon heel veel iron. Omdat je natuurlijk tering veel hoppers moet maken. Dus iron farm. How we doing over here? Oh, that's pretty nice, dude. Ja, ik neem gewoon een stekkie blokken mee, joh. Even zien. Die kan ik hier meteen ook wel even omcraften. Hoppakee, stekkie blokken. En nog een paar blokjes. Top. Wat hebben we dan nodig? We hebben redstone nodig. We hebben heel veel hout nodig. Oké, ik neem gewoon een stekkie redstone mee. There we go. Heb ik nog van die powered rails hierover? Ik denk het niet. Dus dan heb ik ook gold nodig. Ik heb nog die 8 gold blokken van de tempel. Het is gewoon weer een stekkie gold erbij. Oké. Heb ik echt nergens meer powered rail? Ik heb wel gewone rail. Zou dat bij die kist staan bij de schapenfarm? Want dat is de laatste keer dat ik rail gebruikt heb natuurlijk. Bruh, ik weet het niet, oké? Kipnugget? Is één van jullie... Nee, nee, nee. Oh, trouwens, dit heb ik nooit laten zien. Maar ik heb echt 5 afleveringen geleden of zo een keer een baby zombie villager gevangen. Dus die kunnen we nog een keer omzetten tot een gewone villager. Ik heb hem ook een naam gegeven. Dus hij kan ook niet despannen. Ja, very nice. Oké, zitten hier de rails in? Ja, 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 ja. 26 powered rail. Alright. Ja, ik moet ook heel veel kisten maken als ik hoppers moet maken. Dus dan kan ik net zo goed ook wel even deze 2 stekkies ook meenemen. Hoe gaat het eigenlijk met de schapenfarm? Zitten overal nog wel scissors achterin? Ik denk het niet. Dit is trouwens niet slim. Ik had even iets moeten maken dat ik erbij kan. Oh, ja, nee, er zitten nog wel scissors in. Oké, niks aan het handje. We moeten natuurlijk ook nog heel veel cobblestone hebben. Anders kan ik geen furnaces maken. Je kan dit ook doen met blast furnaces en hoe heet die andere dingen? Smokers. Maar dat ga ik niet doen, want dan kan ik geen glas koken. Oh ja, cobblestone. Ja, 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 ja. Even zien. Cobblestone hebben we nog genoeg van. Boom, boom, boom. Oké, slash home, water temple. Yes, yes. Oké, je jeet mezelf in één keer voor de ingang. Ja, komt in de buurt. Oké, eerst hier binnen maar even wat basic dingetjes maken. Zoals een crafting table. En een paar kisten. Even zien. Boom, boom. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Zo, zo, zo en zo. Alright. Oké, ten eerste moet ik gewoon heel veel hoppers maken. En ik heb geen flauw idee hoeveel. Maar 40, het gaat vast wel genoeg zijn. Oké, dan kunnen we de iron weer omtoveren in blokjes. Hoppakee. 40 hoppers, we got him. Alright, dan ga ik ook even meteen wat furnaces maken. 24. Oké, dat is wel een beetje te veel. Ook nog even een paar levers. Ik denk dat 2... Oh nee, 4. Ik denk 4. Bruh, ik weet het niet, oké? Ik probeer het allemaal uit mijn hoofd te doen. Dan hebben we nog minecarts nodig natuurlijk. En in die minecarts moeten ook weer kisten zitten. 2 kisten erbij en 2 minecarts. Zo. En dan yeet je die kisten in de minecarts. There we go. En ik denk dat dat eerst wel goed is. Oké, ik ga gewoon onderaan beginnen. En dan bouwen we wel omhoog. En hetgene wat we als eerste moeten hebben is natuurlijk een outputkist. Oftewel, een kist waar alles in gaat. En ik denk dat ik die hier ga plaatsen. Oh nee, wacht. Dit is... Nee, nee, nee. Dit is niet slim. Hij moet hier ongeveer komen. Ah, ik weet het niet. Oké. En dan hoppers... Yes. Die hoppers die gaan natuurlijk allemaal in de kist. Dan moeten op die hoppers natuurlijk de furnaces komen. Yes. En in de achterkant van de furnace moeten de hoppers komen waar het brandstof in gaat, geloof ik. En dan aan de bovenkant komen de hoppers waar de andere meuk in gaat. In dit geval het zand. Man, ik kan op zich wel even wat glas al gebruiken. Heb ik hier nog wat? Ik wil stained glass hebben. Oké, heb ik letterlijk alleen maar groene stained glass? Ik wil niet met groen bouwen. Misschien op Turtle Island heb ik hier nog stained glass. glass. Oh, ja. Stekkie witte stained glass. Nog 22 en... Oké, that's it. Dat is meer dan genoeg. Gaan we weer. In één keer naar de ingang. Hoppakee. Ik moet even wat boomstronken hebben. Waar heb ik mijn boomstronken heen gepleurd? Ja. Even zien. Ja, ook kan wel gewoon. Dat is prima. En dan bouw ik hier wel even een dingetje. Zo. En dan gooi ik daar een laddertje op. En dat is niet de juiste plek voor het laddertje. Oké. Hier moet het laddertje. En dan daaromheen even wat stained glass. Zodat ik normaal aan de bovenkant kan werken. Dus zo. Alright. Prima Jima. Nu kan ik meteen dat spoor er ook wel op gooien. Maar ik zit even na te denken. Want hij moet sowieso eentje extenden aan deze kant. En hij moet sowieso eentje extenden aan die kant. En het moet ook hier ook gebeuren. En even zien. Hier beukt hij al tegen de muur aan. Aan deze kant moet ik nog een soort van... Ja, muurtje maken waar hij tegenaan vliegt. Volgens mij is dit wel goed. Oké, de buitenste powered. En alle binnenste gewoon. Zo. En hetzelfde aan deze kant. Dus de buitenste daro en daro. En dan moet ik natuurlijk nog die levers hebben die dit gaan poweren. Oh, rookie mistake. Ja. Glasblokken. Die geleiden geen redstone. Des not very smart, man. Oké, doen we het met prismarine blokjes, ja. Ook prima. Even zien. Daar nog eentje en daar nog eentje. En hier gaan we weer. Powered, powered en powered, powered. Oké. En dan moet je gewoon een lever op het blokje eronder of zo. Zoiets. Volgens mij staat hij nu gewoon aan. Hiero ook. En hiero ook. En daro ook. Nu staan ze allemaal aan. Alright, ik ben benieuwd of hij al werkt. Als het goed is, hoort hij nu gewoon te werken. Even zien. Die moet daar ook nog komen. Huh? Hoezo komen ze niet terug? Hallo. Ja, nee, dit is niet helemaal de bedoeling. Ze horen weer terug te komen. Oh, dat is ook omdat ik dat van glas gemaakt heb. You kidding me? Dus het achterste blokje hiero moet ook gewoon steen zijn. Oké. Nou, nu werkt hij wel, dames en heren. Moet je kijken, ze gaan allebei heen en weer. Oké, als het goed is. En ik pak even wat dried kelp hier allemaal uit. Even zien. Dit is wel genoeg. En dan maken we daar meteen even blokjes van. Hoppakee. En dan moeten we ook heel veel zand hebben. Alright, laten we hem uittesten, dames en heren. De achterste hiero. Daar moet dried kelp blokjes in. En deze hiero. Kist, kom hier. Hoppa. Oké, hier moet zand in. There we go. En nu gaan ze allemaal aan, dames en heren. Moet je kijken. Behalve de buitenste twee. Waarom gaan de buitenste twee niet aan? Oh, daar zit power rail in. Misschien is dat het probleem. Nee, hij doet het alsnog niet. Ja, that's not helemaal de bedoeling. Moet ik hem dan verder door laten rijden of zo? Is dat het probleem? Ja, ik denk dat dat het probleem is. Tenminste, ik zie niet in hoe het anders... Oeh, wat het ook kan zijn, is dat die lever misschien fuckt met de hoppers daarboven of zo. Kan een redstone signaal een hopper... Ja, iets met een hopper doen? Is dat een ding? Oké, ik ga even klooien. A few moments later. Hier gaan we. Het moment van de waarheid. Even zien. Die en die. En dan moet ik weer even wat nieuwe dried kelp hebben. Oké, dried kelp boeit helemaal niet zoveel. Het gaat eigenlijk om het zand. Zolang de furnace maar aangaat, dan weten we dat hij het doet. Oké, even zien. Boom. En zo. There we go. Oké, come on, please. Furnace, ga aan. Come on. Ja? Nee, waarom niet? Oh, er zit natuurlijk nog geen brandstof in. Ja, in die andere zit nu dried kelp. Dus als ik gewoon kool erin ga gooien, dan wordt dat automatisch gesorteerd naar de furnaces die nog geen dried kelp hebben natuurlijk. Dus even zien. Deze hiero. Hey, kijk, alsjeblieft. Kool. There you go. Ze doen het allemaal, dames en heren. Ze doen het niet allemaal. Waarom doen ze het niet allemaal? Die moet terugkomen. There we go. Ja, nu doen ze het allemaal. We hebben het gedaan. Het duurde maar een half uurtje, but we fucking did it, oké? We hebben een automatische smelter. Joepie de poepie. Moet ik nu ook nog een automatische smelter maken aan de andere kant die dried kelp produceert? Dat zou wel een very epic zijn. Ja, nee, dat doe ik eerst wel gewoon lekker met de hand, want anders moet ik hierboven dit eerst ook nog allemaal uitgraven en wat dan ook. Maar we hebben nu wel gewoon een soort van automatische glasproducering. Dus that's very nice. Nu hebben we tenminste niet meer een te klein voorraad aan glas. That's very good. Het ziet er nog wel een beetje scuffed uit hoor. Waarom heb ik hem ook aan deze kant gebouwd en niet aan de kant van de ingang? Maar hij doet het in ieder geval wel goed. Ik bedoel, we hebben nu al 4 stekjes aan glas bijna. Prima Jima. Oh, een dingetje wat nu trouwens wel gebeurd is, is dat hij natuurlijk alles in de hoppers gooit. Dus even zien. Deze furnace hiero, die heeft maar 20 kool erin. En deze heeft ook maar 20 kool. Want al deze hoppers hebben ook 20 kool gevangen. Dus hij sorteert het niet automatisch op furnace, tenzij die hoppers ook helemaal vol zaten. Maar dat maakt op zich ook niet heel veel uit, want die kool kan gewoon gebruikt worden zodra het dried kelp op is. So that's not a problem at all, man. Oké, laten we terug naar huis gaan, want er is ook nog een ander dingetje wat ik moet oplossen. De brug is nog niet af, oké. Maar ik heb nu eindelijk wel lekker veel string. Even zien, string en dan /home factory. Ik ben te lui om mezelf heen te lopen. Waar is mijn bamboe? Wie oh wie heeft er met zijn tengels aan de bamboe gezeten? God de god. Heb ik nou echt geen bamboe meer? Oké, hier zit nog bamboe in. Dat is Primajima. Oké. En dan scaffolding. En dan kaboom. 4 stekjes erbij. Oké, ik ga er nog meer maken. Beter te veel dan te weinig, dames en heren. Hoppakee. Scaffold. En hoppakee. There we go. We hebben 12 stekjes aan fucking scaffolds. Oké? Oh ja, ik moet ook nog steeds een huis voor jullie maken. Dat komt wel goed om, mannen. Kunnen cartographers überhaupt nog iets anders chills geven dan... Oeh, dit wil ik trouwens nog even uitvogelen. Is een Ocean Explorer's Map, is dat voor een oceaantempel? Of is dat gewoon iets compleet anders? Dat kunnen we zo meteen nog wel eventjes doen. Maar eerst wil ik de brug af hebben, oké? Dan is er weer één klein dingetje van de to-do list af. Nee. Niet beginnen over het feit dat ik mijn muur ook nog steeds niet af heb. Dat doe ik later wel, oké? Ja. Jongens, jullie moeten niet zo zeuren, man. We zijn 1000 dingen tegelijk aan het doen. Oké, hoe deed ik dit trouwens ook alweer? Ja, ik had hem eentje naar achteren gedaan, of niet? Behalve... oh nee, dit klopt wel. Oké, dus hij moet hier komen. En deze moet hierop. Oké, ik ben hier maar een beetje aan het improviseren, hoor. Even koekeloeren of het er een beetje goed uitziet. Ja, is wel prima. Ziet er gewoon net zo uit als de andere kant. Dus that's very nice. Oké, nou, nu moeten we overal hier even een toren bijbouwen. Dit is het perfecte moment om jullie te vertellen dat jullie moeten abonneren op het kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. Wacht, klopt dit wel? Oeh, cruciale fout, of niet? Even koekeloeren, hoe deed ik dat aan deze kant? Wat, heb ik daar nog omgekeerde stairs neergepleurd? Nu ben ik helemaal de kluts kwijt. Dus even zien. Hij moet hier ook komen als het goed is. En deze moet... Oh, even zien. Nu doe ik het wel goed. Ja. Oké, dan moeten we ook nog even een klein stukje daro aanpassen. Kijk, het mooie aan scaffolding is dat je er nu ook gewoon lekker bij op kan klimmen. Hoppakee. Even zien. Ja, deze twee, die zijn niet goed. Die moeten hier komen. Even zien. Volgens mij is het zo goed. Want dan komt hier ook natuurlijk nog die upside-down stairs op. Right? Even zien. Heb ik dat aan deze kant ook gedaan? Oh, hier niet. En dan daar wel. Ja, die komt gewoon meteen op de Dark Oak Log. Alright. Oké, laten we eerst nog eventjes al deze dingetjes plaatsen. A few moments later. En we zijn klaar. Ja. Even zien. Ik bouw hier nog wel even eentje. Hoppakee. Oh, wacht. Dit is trouwens niet eens goed. Deze moet nog eentje naar achteren. Die moeten daar komen. Skeleton. Skeleton, fuck even off. Ik ben bijna klaar. Ik ben bijna klaar. Oké, momentje. Oké, even zien. Boom. Oh, nee. Zo. Ja, nu ben ik klaar. Oké, fuck jou. Waar is hij? Got any last words, my friend? Goodbye. Ja, er moeten nog steeds wel even upside-down stairs bij komen. Wat? Heeft me dit 9 stekjes gekost? Holy shit. Oké. Maar de brug is af. Het is misschien duur, maar de brug is af. Het is zo kut eigenlijk. Als Harm mij een keertje wil pranken of wat dan ook, dan kan hij gewoon mooi al die onderste dingetjes wegslaan. En daar gaat mijn brug. Maar hey, de brug is nu tenminste wel af. En it's looking very nice. Alle andere YouTubers zijn trouwens naar een andere server gegaan. Dus het is nu wel mogelijk om spul te stelen van YouTubers. Ja, ik bedoel, er staan allemaal nog verlaten bases en wat dan ook. Dus misschien moet ik daar een keertje misbruik van maken. Laat me weten in de comments. Dan kunnen we wel even wat mensen gaan raiden. Goed, ik ga even die Ocean Explorer's Map kopen. Want ik ben best wel benieuwd waar dat op uitkomt. En als ik ook even gewoon wat melkbuckets meeneem, dan kan ik meteen ook gold stelen. Mocht het wel een watertempel gewoon zijn. Want extra gold is altijd welkom. Oeh, en dan kan ik ook sponsjes stelen trouwens. Maar ja, je hebt natuurlijk melk nodig als je geen mining fatigue wil krijgen. Oké, even zien. We hebben iron nodig. En we hebben redstone nodig. Oh, yeah. Oké, ik heb 11 kompassen gemaakt. Dat is misschien wel een klein beetje overkill. Maar dan hebben we tenminste wel genoeg. Ocean Explorer's Map. Oh, yeah. Goed, waar moet ik heen? Ik sta nu helemaal in het zuidwesten. Wacht, welke kant is noord? Noord was die kant, toch? Even zien, F3. Facing south. Oké, dan is noord deze kant. Dus dan moet ik die kant op. Het zuiden. Zuidoost. Dat is die kant op, toch? Right? Moet ik naar het zuidoosten? Ja. Sorry, ik moest even in mijn hoofd nadenken hoe een kompas ook alweer werkt. Maar het is noordoost, zuidwest. Dus als we helemaal linksbovenin staan, betekent dat dat we naar het zuidoosten moeten, geloof ik. Bruh, ik weet het niet, oké? Laat me met rust. Het bolletje op de map is tenminste niet super klein. Dus dat betekent dat we... Oh, het beweegt ook al. Oké, dan zit hier waarschijnlijk in de buurt nog een watertempel. Grote kans dat die al door iemand gevonden is dan. Even zien, wat de fuck heeft Harm hier nou weer gemaakt? Wat is dit? dit? Waarom zou je dit doen? Dit is toch zonde van je materiaal? Momentje hoor, dames en heren. Even zien. Ja, hij heeft een diamond zwaard vast. Dat snap ik. Maar waarom zou je een diamond zwaard willen gebruiken? If you can use the dirt sword. That's looking very nice, man. Weet je wat? Hij kan zelfs wel duo wielden. Oh nee, wacht. Nee, dat is niet groot genoeg. En wat nou als ik hem hier doe? Haha. Comedy Award 2020, iedereen. Oké, nou. We hebben er weer 36 diamonds bij. That's very nice. Oké, die watertempel die zou hier ergens wel staan. Grote kans dat Harm die dan al gevonden heeft. Maar even zien. We kunnen wel even een kijkje nemen. Oh ja. De map begint al ingevuld te raken. Hier zijn we hoor. Ja. Oh, what the fuck. Ik zie letterlijk nog de staat van zo'n baas. Ik weet niet hoe die heet. Super Guardian of wat dan ook. Oké, dan ga ik sowieso mining fatigue krijgen. En ik heb geen melk meegenomen. Dus dat is een beetje dom. Maar, zou deze nog goud hebben? Is die al geëxplored door iemand? Hello. Zijn ze allemaal... Oh my god. Hij is letterlijk nog niet... Nee, we hebben mining fatigue. Oh, fuck. Hier in het midden zit goud. Serieus? Oké, wacht. / set home. Goudjes. Hoppakee. / home. Oké. Dit kan men als cheaten zien. Gauw even een / home ergens neerzetten en dan weer terug teleporteren. Maar ik zie het niet als cheat, oké? Ik zie het gewoon als slim zijn. Ja. Dat is wat het is. Oké, heb ik ergens een koe? Ik hoorde net volgens mij een koe. Ja. Hello there, cow people. Give me your milk. Thank you very much. Oké. / home. Goudjes. Hoppakee. Hé, hoezo zit ik er nou niet in dan? Stelletje klootzakken. Come on. Give me the gold, man. Oh yeah. Ja. Easy gold. En we hebben weer mining fatigue. Maar wel easy. Hey, hou op. Krijg ik gewoon instant mining fatigue hiervan of zo? Stop eens. Ja, gold. Thank you. Oké, dat is nice. Ja, we kunnen gewoon nog wel even kijken of ik hier nog sponsjes kan vinden. Extra sponsjes zijn altijd welkom. Hoezo is een tempel die zo dicht bij onze basis is, nog steeds niet geëxplored door iemand? What the fuck is dat? Alhoewel, er is ook een goede kans dat hij gewoon gereset is toen de complete server naar de was. Dat is natuurlijk ook altijd nog mogelijk. Waar zijn de sponsjes? Sponsjes? Nee. Oh no, ik moet ook ademhalen. Ik heb hier nergens plek om adem te halen. Wacht. Oh, sponsjes. Yeah. Oké. Drink de milk en grab de sponge. And then get the fuck out of there. Oh, ik kan dit toch niet doen als ik om de seconde mining fatigue krijg. Oké, come on. Laatste paar sponsjes. En daarna heb ik geen melk meer. Please, no mining fatigue, man. Oh, ik ben ook aan het sterven. Maar ik ben greedy, oké? Ik wil de sponsjes hebben. Gretige jongeman. Oké, dit gaat oprecht best wel nice. Ik heb nog steeds geen mining fatigue gekregen. Oké, we hebben gewoon alle sponsjes kunnen pakken. Heerlijk. En ik heb nog geen mining fatigue. Dus ik kan mezelf hier ook gewoon uitgraven. Ja. Let's go, dames en heren. Easy. Hoeveel sponsjes hebben we erbij? 27. That's very nice, dude. Oké, extra sponsjes, extra goud. En zelfs extra diamonds. Ik bedoel, er stond gewoon willekeurig in één keer een mannetje met een diamond zwaard. Ik heb geen flauw idee hoe dat daar komt. Maar het is nu van mij. Er stond geen bordje bij dat ik er niet aan mocht komen. In ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Volg me op Instagram. Heb je dat nog niet gedaan? Doe het. En abonneer ook op het YouTube kanaal. Hey, tot de volgende keer. Yo.